als ik terugkijk op die tijd, is het een tijd wat ik heel erg koester. Een van de mooiste jaren van mijn leven, van mijn carrière. Dus kijk er met een heel goed en mooi gevoel op terug. Als mijn kleinkinderen over mijn carrière vragen, dan vertel ik ze gewoon dat hun opa eigenlijk de beste in België was. Waarvoor mensen naar het stadion kwamen, waarvoor mensen kaartjes kochten. Maar hun opa was ook wel iemand die te boek stond als lastige jongen. Dat was een beeld dat werd geschetst door de beide wereld. Maar uiteindelijk bij Club Brugge heb ik nooit problemen gehad. Daar ben ik altijd door iedereen geliefd geweest en werd kophandig gedragen. Dus ja, dat was een beetje hoe een opa was. Het maakte het wel echt spannend op het einde. Ik denk gewoon echt als voetballiefhebber, als neutrale kijker, dan was het wel gewoon genieten. Gewoon de spanning bij elke wedstrijd. Elke wedstrijd is gewoon een finale. En het zijn alleen maar topwedstrijden. Dus ja, de spanning, de druk. Ik denk dat voor zulke wedstrijden ben je wel voetballer geworden. Dus. De echte kampioenenploeg is denk ik het team wat. Maakt niks uit hoe hard je valt, maar ze staan altijd weer op. En als ze opstaan, slaan ze echt 10 keer harder terug als ervoor. En dat is denk ik een echte kampioenenploeg die. Maakt niet uit hoe lastig het seizoen ook is. Ze blijven altijd dicht bij elkaar, ze blijven altijd in eenheid. En ze laten zich nooit gek maken door wat door de buitenwereld of wat dan ook. Ze zijn altijd bij elkaar gebleven en altijd in elkaar blijven geloven. En als team altijd weer overeind gekomen. Mijn oudste kleinzoon, die speelt nu bij Club Brugge. Dat is de nummer 10. Die wordt elke week uitgefloten en elke keer als die scoort, dan doet hij zijn vingertje op zijn mond. Zoals opa deed. Dus ik ben wel een beetje zijn voorbeeld.